Ik ben Claire en ik heb 4,5 maand in de Gouden Kooi gezeten. Jongen of meisje? Meisje. Omdat ik een baby in mijn buik heb, wat een meisje wordt. Zou je liever een jongen krijgen? Nee. Familie of vrienden? Familie. Omdat ik gewoon heel hecht ben met mijn familie. En ik vind dat. Uh... Uh, na de kooi ben ik ook heel veel vrienden eigenlijk kwijtgeraakt. En mijn familie is er nog steeds, geloof ik. Dus uh, ja, familie. Mijn kind doet later wel of niet mee aan een reality-spelletje? Mijn kind moet dat lekker zelf weten. Alleen zal ik wel uh, erop aansturen dat, uh, uh, dat er meer gevolgen aan zitten dan dat je op eerste, of in eerste instantie uh, denkt. Maar ja, dat was tegen mij ook verteld. Dus uh, dan zou ja, het eerder geluid. wel. Nee, ik denk dat het eerder wel is dan niet. Maar. Ja, we zien wel. Brian of Amanda? <laughs> Vind ik een hele moeilijke keuze. Nee, ik denk. Um... <laughs> ik kan echt niet kiezen. Je zit hier, zwanger, kind in je buik, ring om je vinger. Je bent getrouwd. Had je dat een jaar geleden allemaal gedacht? Nee, nee, echt niet. Het is uh, heel snel gaan, allemaal. En uh, nee. Ik had echt niet verwacht dat het zo zou lopen. Even voor de beeldvorming. Je bent vorig jaar, begin 2008, de gouden kooi ingegaan. Um, wat, wat was de aanloop daar naartoe? Want toen was het, de gouden kooi was eigenlijk al op zijn einde aan het lopen, en ja. toch ging jij nog meedoen. Wat, wat voor situatie zat je voordat je mee ging doen? Um, ik zal even heel het verhaal uitleggen, want ik was uh, voordat de Gouden Kooi op televisie uh, zou komen, had ik mezelf al opgegeven en was ik door de hele screening heen uh, gewandeld ja. en uh, had ik al een uh, contract eigenlijk uh, voor me gekregen, maar heb ik toen afgewezen zelf. Dat was in 2006. Ja, ja, echt in het begin echt wel, mm. inmiddels inderdaad wel uh, langer dan drie jaar geleden. En um, ja. Op dat moment had ik zoiets van: nou, ik wil het toch niet doen. Hele lange tijd overheen gegaan. Ik ben toch nog een aantal keer benaderd door. Waarom, waarom wilde je het toch niet doen? Kreeg je cold feet, zoals dat heet? Ja, ik denk het wel, maar ook omdat ik, je moest 10.000 euro inleggen. <laughs> en ik had zoiets van: Oh, misschien dat is een uitzondering maken voor mij, maar dat was dus niet zo. Dus um, nee, uiteindelijk dacht ik van: Nee, ik ga het toch niet doen. Ik ga normaal maar leven. En uh, op, op, in mijn eentje kom ik er ook wel. En um, uiteindelijk was ik daarvoor een uh, opdracht. Visagie uh, toevallig samen met, uh, met uh, mijn broer. En uh, op dat moment uh, was daar iemand die mij al eerder had uh, geïnterviewd. En die vroeg: van goh, zou je het niet leuk vinden om alsnog de kooi in te gaan? En in eerste instantie had ik zoiets van: nou, zo laat, dan maak ik nooit meer kans om te winnen. Dit was dan eind 2007, hebben we het over? Ja, december 2007. En uh, uh, de kerstuitzending. Yeah. En, um, uh, maar uiteindelijk toch overgehaald. En zoiets van: nou ja. Pff. Boeien, het kan nog niet zo heel lang meer duren en, uh, en we zien wel. En toch uh, gedaan. Um, waarom wilde je meedoen aan de Gouden Kooi? Wat, wat, dat is raar. Nee, uh, <laughs> ik wilde echt meedoen om uh, een bekende kop te krijgen en vooral voor mijn visagiewerk. En ik had uh, zoiets als ik mee ga doen, dan uh, kan ik alles gaan doen in die kooi. Ik kon alle cursussen doen. Je kon maar okay. gaan zelfs gaan opmaken. Weet je echt. Uh, okay. Maar ik had zoiets van, nou, uh, uh, dat is natuurlijk helemaal ideaal, moet ik doen. En uh, ja, wel vrij snel uh, besloten: van, dit wordt het helemaal. En dan uh, gaat iedereen me kennen. En iedereen, iedereen wil door mij worden opgemaakt en geknipt. En, uh, yeah. je, ging, je ging echt voor een bekende kop, je wilde echt serieus bekende Nederlander worden. Ik wilde doorbreken met mijn werk omdat ik zelf vind dat ik er enorm goed in ben. Mm. En uh, dat wilde ik laten zien. Alleen het is een beetje anders gelopen. <laughs> ja, ik heb wel een bedrijf erover overgehouden. dan. Ja. Maar, ja. En een uh, iets wat bekende kop. Maar alleen is de associatie misschien wat minder. Ja, met fysiologie wel. Het is echt uh, uh, geassocieerd met uh, uh, het naïeve, blonde, domme en uh, te lieve meisje vaak ook. Ja. ja. Dus, uh, tegen beter weten in met hupes getrouwd en dat ze allemaal niet moeten doen en er zijn heel veel mensen die een oordeel over je hebben. Ja. Klopt dat oordeel ook een beetje? Nee, ik denk wel dat ik in de in de gouden kooi um, helemaal niet wist waar ik echt mee bezig was. Ik wist wel op heel veel momenten uh, van, nou dat moet ik wel doen en dat wil ik niet doen. Dus dat is ook uh, natuurlijk een verschil. Ik wilde niet echt heel erg naar voren treden met heel veel dingen. Ik ben in het echt uh, zou ik even zeggen wel wat anders dan dat mensen me ...over het algemeen hebben gezien. Ik zit niet heel de hele dag te janken. Het uh, ja, ja, nou. is goed dat je het vraagt. Wat voor beeld denk je dat mensen van jou hebben? Ik denk dat heel veel mensen... Um, ...een beeld hebben van... Nou, ...dat meisje laat alles toe. En die vindt alles maar goed. En uh, die weet niet uh, wat, wat er om haar heen gebeurt. En is heel emotioneel. En dan, dan ben ik ook wel een heel emotioneel mens... Maar ik heb altijd heel erg juist heel erg goed door uh, hoe, wat er om me heen gebeurt en uh, hoe het zit. En... Van wie heb je dat? Van thuis? Heb je dat van je vader of van je moeder? Nee, ik denk van mijn moeder. Ja. Wat vind jij? <laughs> maar, ik denk het ook. <laughs> ja. Ja. ja, mijn moeder heeft altijd alles door. Ja. Maar uh, je zegt, uh, mensen hebben een ander beeld van je dan dat je daadwerkelijk bent. Hoe ben je dan wel? Ik denk dat ik een heel sociaal open persoon ben. En uh, uh, dat ik alles toch Heel goed overdenk en dat ik heel snel een beslissing kan maken, maar wel altijd uh, daarin uh, ja, meestal wel het goede gevoel volg daarin. Ja, okay. vind ik moeilijk om te zeggen over mezelf ja, vooral ook omdat je toch hebt meegedaan aan de gouden kooi. Ja, want dat die, ja, die twee die botsen eigenlijk een beetje met elkaar en goed nadenken over dingen en dan meedoen aan een heel raar spelletje. Nou, ik had er juist goed over nagedacht tegen, echt al denk je van niet. Ik had er heel goed over nagedacht. Ik had er ook heel lang de tijd voor om over ja, na te denken. En ik uh, uh, heb uiteindelijk ook wel heel veel bereikt, vind ik zelf. Als ik terugkijk, dan is het een heel ander verhaal. Zijn er zijn heel veel dingen die ik ook liever weg had gelaten. Ah, je zegt nu iets heel raars. Ik vind dat ik heel veel dingen heb bereikt. Als ik Amanda dat hoor zeggen, denk ik: Oh jezus, daar gaan we weer. Wat heb je bereikt dan? Nou, echt heel erg veel hoor. <laughs> ik heb een eigen bedrijfje, wat uh, nu echt enorm goed begint te lopen. En ik heb uh, een heel leuk huis, waar ik samen met Huub woon. Wij zijn samen ontzettend gelukkig. En uh, ja, moeten we daarna niet vergeten dat er nou een meisje in de buik hmm. zit. Dus uh, ja, dat is wel heel speciaal natuurlijk. Je mocht in januari 2008 meegaan doen, toen liep het programma al. Bijna anderhalf jaar. Dus je hebt op internet en op televisie mee kunnen kijken. Ja. Toen ze je uiteindelijk vroeg had je toen nog steeds het idee van: ja, dit is nou een programma waar ik graag aan mee wil doen. Nee, ik had uh, moet ik heel eerlijk zeggen dat we eigenlijk ook niet meer echt keken naar de Gouden Kooi. In het begin heb ik het heel erg gevolgd. En toen uh, uh, kwam op een gegeven moment in de zomer dat uh, echt gewoon, ik vond het niet om aan te zien. En er vonden heel veel mensen juist de leukste periode van de kooi, geloof oh, ik. Wat, wat was er toen wat er zo aansprak? Uh, nou, toen was het echt alleen maar uh, schreeuwen en, en, en ja, vechten, alles erop en eraan. Um, dat was vooral de periode waarin huup en uh, Lieke, geloof ik, uh, aangerand werden en al die toestanden meer, wat, uh, wat allemaal werd uh, gebeweerd. En um, uh, die periode heb ik ook niet meer gekeken. En dan keek ik wel eens ja, een beetje zo sporadisch eigenlijk als het uitkwam. En um, uh, toen ik uiteindelijk daar was geweest, ben ik natuurlijk wel wat gaan volgen en dan op het internet en dan zag het er allemaal super saai uit en dus ik had het weer van nou, komt maar goed. Ja. ja, dus ik ook echt in die, in die screen. ja het is zo saai in het huis, ik wil er wel in, maar uh, ja ja. Ik dacht, ik ga voor wat reuring en activiteit zorgen. Jij bij Uitstek ook. Ja. Hè, dat ontzettend lieve meisje dat ik al heel lang ken. Ja. Die is al dan wel even Natasia op de kop gaan zetten. Ook. Ja, zoiets dacht ik echt. Ja. <laughs> ja, Waar kwam dat waanidee vandaan? <laughs> nou, um, ik ben altijd heel dat gek. <laughs> ja, ik dacht als ik dat nou zeg, dan uh, kom ik er wel in. Nee. Ik weet niet, ik dacht dat ik wel met iemand zou klikken. En vooral met Lieke had ik wel het idee van: nou, als ik daarin ga, dan ga ik met Lieke samenspannen tegen Huup. <laughs> en Jaap en uh, mannen trut. Weet je wel echt. Uh, nee, ik uh, had echt allerlei ideeën wat, uh, wat niet is uitgekomen. Nee. Jammer. Wat had je er meer voor verwachtingen hoe, hoe dat programma zou gaan lopen? Want, oké, okay, je wilde met, in ieder geval met iemand een soort van team vormen en dan kijken of je samen verder kunt komen. Ja. Wat had je er meer voor verwachtingen van het programma? Hoe het, want tuurlijk heb je mee kunnen kijken, dus je weet voor een groot gedeelte hoe het in elkaar zit. Ja. Um, kwamen die verwachtingen ook uit? Nee, ik dacht, uh, eigenlijk dacht ik dat je veel meer. Um, uh, kon doen ook in het huis. Het was eigenlijk heel gestuurd. Een beetje raar woord om het zo te zeggen, maar het was heel gestuurd in uh, wat je eigenlijk op een dag deed. Mm. Dus je werd wakker en ik moest altijd op woensdag en op vrijdag geloof ik paard rijden. En dat stond vast. En dan moest ik in de middag naar uh, Tilly van den Nagels. En dan uh, hadden we ook nog in de middag ergens Charlotte die aan je gezicht ging zitten. En je moest sporten met Carlos. Dus dat was allemaal zo geregeld. En ik dacht juist, oh. Je kunt daar lekker als je wil in die lekkere tuin liggen. Lekker gaan zwemmen. En uh, naar de sauna of, uh, of wat Maar er waren ook gewoon gezette tijden waarop je in de tuin mocht liggen. Nou ja, dat ook niet. Maar je kon gewoon niet altijd. Uh, uh. Je moest wel altijd een beetje bezig zijn. Het erg, werd het erg gestuurd op die manier, vind je? Meer nog dan in je bijna nog meer dan in je dagelijks leven? Ja, het is misschien wel goed, omdat je dan ook wel een ritme hebt, natuurlijk. Want je werd uh, wakker gebleerd door Palma en uh, en al die dingen meer. Maar. Um, ik dacht echt dat je meer vrijheid daarin zou hebben. Het werd wel heel gestuurd daarin, ja. En ook uh, de bedtijden bijvoorbeeld die je had hè. Hoe laat dus dan uh, Wat was het ook alweer. Ik geloof 1 uur uiterlijk. Ik weet het al niet meer. Elf uh, uur mocht je gaan slapen. Om één uur geloof ik dat je in bed moest liggen, ja. Okay. Dus uh, als je gewoon op televisie hebt gekeken, weet je dat niet. En als je streams hebt gekeken, weet je dat heel erg goed. Nou, als, je inderdaad, wat je al zei, als je op televisie hebt gekeken, heb je dat nooit doorgehad. Als je op internet gekeken hebt, uiteraard wel. Maar stel nou dat ze gewoon alles maar vrij hadden gegeven en los hadden gelaten. Zou dat, zou dat programma dan überhaupt nog uit de verf gekomen zijn? Of waren ze dan echt tegen een beton aangereden? Ik denk dat het dan uh, wel heel ver was gegaan. Ik denk op het moment dat, je, dat nou, iedereen kon, vooral Huub en Brian samen, konden heel ver gaan in elkaar een beetje gekke proberen te maken, natuurlijk. En uh, ik denk dan ook dat, dat we allemaal geen nacht een oog dicht hadden gedaan. Totdat eentje gewoon omviel en uh, dat er even rust was, bijvoorbeeld. Maar dan, uh, als daar geen sturing in was geweest. Ik denk niet dat het heel erg goed was in Gd. De kijkers zaten eigenlijk gewoon te wachten tot iemand, iemand anders neer zou steken. Met een mes of met een glas of zo. Ben je er ooit bang voor geweest dat het zo ver zou escaleren? Nee, ze waren echt zo bij de beveiliging. Als ze. Uh, als er echt heel erg ruzie was of zo, ik was eigenlijk nooit echt bang. In het begin moest ik zelfs lachen. Want de eerste nacht dat ik erin ging, toen uh, werd Huper hard de andere uitgezet. En toen had ik echt zo van: Jezus, wat gebeurt dit? Toen moest ik zo lachen. En uh, ja, zo heeft het eigenlijk ook meteen een toon gezet voor mij. Ja. En op het laatst stond ik zelf te schreeuwen tegen Amanda. <laughs> ik pak je bruik. <laughs> Maar... Uh, <laughs> ik heb zo moeten lachen toen jij uiteindelijk ook ging schreeuwen tegen mensen. Ik dacht, nou nee, dan gaan we het krijgen hoor. De Gouden Kooi verandert echt mensen. Dat, dat zie ik aan je af. Ja, dat is echt zo. Hoe lang je erin zit, hoe uh, doorgedraaid je wordt. Ja, op een gegeven moment ga je woorden roepen en dan zit iedereen je aan te kijken. Je zei het K-woord of zo. Dan denk ik, oh, zei ik dat? Huh? Oh. Maar dat is echt omdat je, je wordt constant eigenlijk gewoon gek gemaakt door elkaar. Al mannen liepen op een gegeven moment al toen al met al geurken. Voor mijn deur dus ze heeft toch helderziend oog ergens. En, uh, maar dat, dan word je gewoon gek in je hoofd. Dan, dan heb je gewoon zoiets nou ik zeg nu niks. En dat heb ik heel echt heel lang volgehouden. Maar op een gegeven moment word je gewoon. Uh, dan wil je gewoon iemand iets aandoen. Er wordt geschermd op televisie met uh, wij gooien een aantal mensen in een villa. Die maken wij miljonairs. Voelde je ook miljonair? Nee. Waarom niet? Um, ik heb uh, uh, eigenlijk uh, ja, wel veel meegemaakt van het miljonairsleven. Er zijn dat er mensen voor me hebben gekookt en uh, uh, het werd allemaal voor me besloten. Ja, maar dat deden ze thuis ook al, dus dat was niet zo heel spannend. <laughs> nee, inderdaad. Nee, ik, het enige luxe wat ik vond was de tuin. En um, uh, voor de rest, uh, ik, je, word, je wordt echt enorm verwend, dat wel. Maar. Um, ik heb niet de tijd meegemaakt van bijvoorbeeld Ilona die in de, vlieg in de vliegtuig mocht. of uh, wat mocht ze allemaal wel niet meer. Ja, en uh, ja, ik, heb, ik liep gewoon in de jeukjes bij wijze van. Dus ja, nee, ik vond me niet echt uh, heel erg miljonair, nee. We hebben in, nou, vanaf het begin, ik geloof ergens in augustus 2006 tot pak een beetje uh, mei 2008, een hele cast langs, langs zien komen aan, uh, aan karakters. Eigenlijk allemaal mensen die dat huis in moesten en een bepaalde rol moesten vervullen. Uh, wat was jouw rol? Heb jij een rol daar gehad of, of iets wat je, uh, wat je wilde laten uitstralen? Hoe wilde je overkomen? Nou, ik wilde heel erg overkomen als mezelf. Gewoon een spontane Brabantse meisje, eigenlijk, en uh, die ook wel een beetje kan feesten en gewoon eigenlijk heel oppervlakkig. En voor de rest wilde ik heel erg dat, dat, dat beauty gebeuren uitstralen. Maar dat was er al, dat was Amanda. Ja. <laughs> dus ja, dat, 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 ja, ja, met Amanda ging ik ook niet echt tutten of zo. Nee, ik weet niet echt wat mijn rol uh, was. Klinkt heel stom misschien, maar ik ben er gewoon eigenlijk. Uh... Ja, een beetje tussen gezet als ik dat zo zie. Ik was een, ineens een heel rustig meisje. Als, als jij niet zozeer een rol had, wat was dan de rol van andere mensen met, met wie we het einde hebben gezien? Dus Huub, Jaap, Amanda en Brian, hadden die wel een bepaalde specifieke rol? Ja, ik denk dat, uh, dat Huub uh, was het, uh, het uh, jongetje waarvan iedereen kon zeggen, jezus dat hij dat heeft gedaan en hoe kan hij? En, uh, de agitator. Ja, dat noem je zo waarschijnlijk, ja. <laughs> uh, moeilijk woord natuurlijk bedankt hè. Ja, uh, het oppervlakkige blonde Brabantse meisje die van feest houdt je zei het net zelf al ja maar, ja goed laten we zitten en uh, brian was een beetje uh, de brian was een beetje de agressieveling <laughs> vond het het alfamannetje het alfamannetje ja. dan hebben we amanda was gewoon het, 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 het uh, de stoep. het vrouwtje van het alpha mannetje. ja de stoeipoes ja. En dan heb je Jaap, dat was gewoon de vrolijke, vrolijke het eigenlijk, die, uh, waarvan iedereen helemaal een scheur lag. Ja. En wat ik nou, nou kwam doen, ik heb nog steeds niet door. Als je het zo zegt in een rijtje, denk je ja, ja. Hmm. ze hadden blonde muts nodig, denk ik. Um, ja, we hebben ook een logé nodig. Nou, nodig we, ja. nodigen we Claire uit. Ja, ja. Uh. ja. Okay. maakt het misschien compleet. Wat, wat voor opmerkelijke situaties kun je herinneren um, die in de Gouden Kooi zijn gebeurd? Nou, ik ben getrouwd. Vind ik best opmerkelijk. Daar kom ik nog wel op terug. Straks ja. denk dat die bruiloft. Ja, ja dat mag. En um, opmerkelijk um, ja, gebeuren daar zoveel dingen. Juist omdat je dus zo zit opgepropt en heel de dag uh, zit volgepland. En ik denk uh, dat opmerkelijk is dat je bepaalde feesten ineens in je huis hebt. Dat is echt. Want op een gegeven moment wordt het echt je huis, jouw ja. huis. En dan wordt in één keer alles omgebouwd uh, tot een, uh, een feest waarvan je denkt van, jezus, ik wist niet dat het kan. Bijvoorbeeld carnaval, <laughs> met Johan in het water, die, uh, <laughs> ja, die niet kon zwemmen. Achter... Nou, ik zal je wat verklappen, Johan kan wel zwemmen. Hier heeft jullie allemaal de maling genomen. En ik, ik schreeuwde nog wat haast. <laughs> oh, echt? Ja. Oké, okay, dat heeft hij goed gedaan. Ja. De camera's gingen ook heel vaak uit. Waarom was dat? Dat zie je op internet. Ja, dan gebeurden er dingen. Die mag ik niet. Nee, nee het was gewoon. Uh, als er bijvoorbeeld. Uh, uh, als er een hele erg ruzie was. En het dreigde uit de hand te lopen. kwam een beveiliging binnen. Nou, die kwam niet op beeld. Met uh, z'n allen rennen. Ja, alles. Alle deuren vlogen dan open. En uh, er werden twee uit elkaar gehaald. En er waren altijd. Ik <laughs> <U laughs> ben Brian. Ja. En um, als. Um, als bijvoorbeeld een computerstuk was en die moest worden gemaakt, dan uh, uh, moesten wij uh, gewoon uh, even in een andere kamer zitten, want dan kwam er iemand binnen. Ja. Weet je, dat soort dingen, dan gaan de camera's uh, gewoon uh, op zwart. Daar heeft niemand iets mee te maken. Oké. Okay. Ja, toch? Ik heb het idee dat ik ontzettend veel informatie nog mis over dit verhaal. Maar... Wil je weten? Nou, waar mag je het vanwege de zwijgplicht allemaal niet over hebben? Uh, ik mag het er niet, <laughs> nee, ik heb niet. echt een. Je hebt niet echt een zwijgplicht hoor. Ik denk dat alles wel uh, op tafel ligt. Ja? ja, ik denk het echt. Oké, okay, nou, maar in dat geval heb ik nog wel wat vragen. Werden er wel eens bepaalde situaties opnieuw opgenomen? Uh, ja, als er bijvoorbeeld een geluid wegviel of, uh, of iets dergelijks. Dan, dan, maar ik denk dat je dat ook wel kunt zien. Nou Want dan gingen de camera's uit en werd er een bepaalde ruimte afgesloten. Daarop gingen de camera's uit. Dan gingen de twee mensen naar binnen met de kleren aan van drie dagen eerder. En een uur later kwamen ze weer naar buiten lopen. Dus ja. Ja, ja maar dat was echt als er gewoon geluid niet goed was. Of, uh, want heel vaak viel je ook gewoon je zender uit. Dan had je, je moest je altijd je batterijen verwisselen. Dat was ja. echt. Uh... Twee keer per dag. Ja, ja. <laughs> ja, dat weet je ook. Maar dat is erg hè? <laughs> Nou, ik vond het heel stom en uh, ja, dan, dan moest je het gewoon uh, ja, je verhaaltje opnieuw doen. Okay. Dus eigenlijk werd er. Uh, nee, dat dat geloof ik wel. Ik heb nog een rijtje vragen met dingen waar je het dan niet over mag hebben. Werd er geld geboden als je bepaalde acties ondernam? Heb je daarvoor betaald? Nou, ik niet in ieder geval. Was het maar zo. Ik had eigenlijk voor mijn bruiloft echt een vette dikke cheque moeten vragen. Dat heb je gewoon niet gekregen. Nee, tuurlijk niet. Het is toch wat ik wil. <laughs> ja. 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 Maar je gaat dan niet uh, trouwen op televisie. Ik bedoel, uh, trouw dan daarna. Weet je wel? Zorg dan dat je er gewoon goed voor betaald krijgt. Ja, dat had ik gewoon moeten doen. Nee, je gaat zo mee in die wereld en je wil dat dan zo graag. En juist omdat iedereen roept: van, uh, Oh, dat doe je toch niet? <laughs> Stom wijf. Nee, en ik was gewoon uh, <laughs> Ik was gewoon de. Uh... Cameraman Bram achter de camera <laughs> die valt nu echt bijna van zijn stoel af van het lachen. Stom wijf, ah, leuk. Ja. Nee, en uh, ja, dat is gewoon zo gebeurd. Ik hoop jou. Ja, love you. Ik had het niet eens over jou. Nee, dat was tegen mij. Heb je wel eens uh, vanwege acties die andere mensen deden of moesten doen, heb je wel eens bedonderd gevoeld in de kooi? Van nou, dit, dit is eigenlijk niet helemaal fair wat jullie nou met me uithalen, jongens. Ja, iedere dag weer. <laughs> nee, ik. Op uh... het moment dat je wakker werd, <laughs> oh, Wat doe ik, ja. Dit is, dit is gewoon niet eerlijk, die camera op mijn kop. Nee. Nee, ik had, uh, ja natuurlijk, ja. Ja, heel vaak werd er afgeluisterd. En dan uh, had ik dat helemaal niet door bijvoorbeeld. En dat werd dat zo vlot in je gezicht gegooid op het moment dat je denkt, nou maar nu kan het echt niet. <laughs> en dan, ik heb niet eens een voorbeeld voor hoor, want dat was waarschijnlijk je volgende vraag. Maar dat is, uh, ja. En, en gewoon het feit dat ze altijd zeiden, wij zitten er langer in dan jij. Terwijl ik misschien nog wel meer heimwee had dan iedereen bij elkaar <laughs> Ja, dus het, ja, dat vond ik wel. Uh, ja. Ik dat, dat, afluisteren, dat afluisteren was natuurlijk ook weer uh, iets geks. Hè? Want we zagen op televisie en op internet. zagen we Jaap dat regelmatig doen. En Brian en Amanda. Maar jou en Huub. <laughs> jullie deden dat gewoon uit En wij vroegen ons als kijker af. sorry hoor, maar mag je het niet van de redactie? Of begrijp je gewoon niet dat het kan? Terwijl de rest het allemaal wel doet? Nee, we begrepen echt wel dat het kon. En. Uh, alleen. Even voor mezelf gesproken, want ik weet niet waarom Hub dat nooit heeft gedaan eigenlijk. Volgens mij vond hij het gewoon een stom iets. Maar ik deed het gewoon niet, omdat ik uh, altijd dacht, ik word toch betrapt. <laughs> ik heb echt zo vaak de deur open gedaan, stond Brian er weer achter. En die moest dan weer rennen en dan moest ik weer lachen. En dan dacht ik van, oh. Maar dan, ja, nee. Ik had ook, ja... Ik vond ook niet echt dat ik veel had om daar af te luisteren bij Brian En dan, man, dan ging het alleen maar om Huub uh, en Claire die hier toch niet bij elkaar passen. Ja. En ja, die zijn nooit echt iets. Dus. Mag ik concluderen dat je eigenlijk te naïef was om mee te doen aan het spelletje? <laughs> ik denk dat ik, um, ja, nou, te naïef vind ik wel heel groot. want Ik had het eigenlijk allemaal wel door. Als ik het overnieuw zou moeten doen, zou ik, een, zou ik me er anders inzetten. Ik denk dat ik verkeerd ben begonnen. Dus uh, als ik op een andere manier was begonnen, dan was het ook allemaal anders gelopen, denk ik. Maar zou je het nog een keer willen doen? Nee. 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 Ondanks dat ik uh, nu uh, daar heel veel aan ja, nou, heb overgehouden, natuurlijk, uh, zou ik het niet nog een keer doen? Nee. Want ik, ik merk gewoon dat je heel veel opgeeft. En, uh, Verander je erdoor geestelijk? Ja. In, in positieve opzicht? Ik denk dat je verandert uh, in uh, ja, positief en negatief. Ik bedoel, iedere, iedere ervaring in je leven brengt wat met zich mee. Maar ik vind um, uh, dat er ook heel veel negatieve kanten aan zitten. Namelijk dat je nog steeds wordt geassocieerd met dat meisje uit de Gouden Kooi. Die hè, op sommige momenten zo zat te kijken van wat zegt, wat zegt Amanda nou? Bijvoorbeeld, ik durf niks terug te zetten. Dat soort momenten had ik best wel. En... Um, dat zijn ook momenten die mensen bijblijven. Dan moeten ze lachen of zeggen ze: eh, Kletterk je bekken open. Dus nu, als ik uh, nu ergens tegen uh, inga, dan zijn mensen echt geneigd om te zeggen: Goed zo, meisje. Oh, nee, 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 ja, heel leuk, Goed heel zo, leuk. bijt van je af. Ja. Maar ja, dat zijn wel dingen die je op een gegeven moment denkt: oh, Of als er iets gebeurt, dat, dat de telefoon hier in mijn salon rood gloeiend staat. Van, is dat nou waar wat ik heb gehoord? Of, ja. Als er bijvoorbeeld een artikel verschijnt in een Roddelblad. Ik noem maar even een voorbeeld. <laughs> ja, nou dan uh, berg je maar. Dan neem ik gewoon de hele dag op met uh, Tineke. <laughs> ja. Ik wil het ergens over hebben. En um, als je vindt uh, dat we te ver gaan, moet je het maar zeggen. Maar ik wil het even over je huwelijk hebben. Ja, nou, het gaat te ver. <laughs> <laughs> Oké, <Okay>, knip. <laughs> nou, bedankt voor de interview. Hartstikke <laughs> Graag, gezellig. Ja. Nee, um, ik wil eigenlijk even, een, uh, ik wil even beginnen met... Uh, je familie is eraan betrokken, uh, jouw vader is gebeld, van joh, uh, we willen dat je dochter gaat trouwen in de Gouden Kooi, hoe sta je daar tegenover? Uh, je ouders hebben daar natuurlijk een mening over, de mensen in de kooi hebben daar een mening over. Uh, onbekenden hebben daar ook een mening over, dat vind ik even niet zo spannend. Wat vond je zelf? Nou ja, ik ben getrouwd, dus ik sta er wel achter natuurlijk. Ja, ja wat, wat ik snap niet helemaal... Nou, het criterium is, ga je trouwen op televisie omdat je van elkaar houdt? Of ga je trouwen op televisie voor de kijkcijfers en, uh, en daarna omdat je van elkaar houdt? Ik denk, um, wat in mijn geval was het, omdat ik van hem hield en hou. <laughs> omdat ik uh, het uh, uh, zo kon maken zoals ik zelf zou willen. Ja. Uh, omdat het een... Uh, uh, iets is wat, wat maar één keer in je leven voorkomt, en dan op zo'n manier vond ik gewoon heel speciaal. En dan gewoon uh, uh, voor de televisie, dat, dat zat er zeker bij. Gewoon van, oké, oh man, dat heb ik dan gewoon gedaan. Alleen het pakte iets anders uit. Ja, als we één dag voor het huwelijk gaan kijken, dan gebeurt er ineens een heleboel waar door dat huwelijk een beetje op losse schroeven komt te staan. Ja, dat klopt. Dat was met mijn moeder. Ja. <laughs> wat, wat deed die in de Gouden Kooi trouwens? Waren die uitgenodigd? Of hoe, hoe zat dat? Ja, ik mocht uh, toen uh, een aantal mensen uitnodigen. En toen is uh, mijn allerbeste vriendin uh, Anouk op bezoek ge uh, gekomen. Die was, uh, geloof ik, vier of vijf dagen wel. Mijn moeder zou uh, uh, twee dagen voor, het, voor, het, voor de bruiloft zou ja. eens komen. Dus uh, uh, die begon met uh, het vrijgezellenfeestje, daar was ze al bij. En uh, ja, dat is een beetje uh, ja, heftig uh, geworden. Ja, vrij gezellige feestje van Huub dan, ja. denk ik het over. Ja, 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 ja uiteraard. Ja. Ja. En uh, ik dacht dat ik hem zag zoenen. En uh, ik heb het ook nooit teruggekeken, want volgens mij heeft hij gewoon gezoend. <laughs> maar mijn moeder die had zoiets van, nou dan kan ik eindelijk zeggen wat ik er nou van vind. <laughs> dus die begon uh, ja, eigenlijk van, uh, van alles en nog wat. Wat ze eigenlijk ook op televisie heeft gezien en wat ik ook kan begrijpen. Ze had een hele boodschappenlijst. Ja, het kwam er nou maar uit, ja. En uh, zodoende is dat uit de hand gelopen. Op een gegeven moment hoorde Huub. Dat mijn moeder dat allemaal zat te vertellen. Dus die uh, had uh, wat uh, gedronken, ben ik ook gewoon van overtuigd. En uh, hij had een alcoholverbod, dus het kon ja. bijna niet. Hè? Maar uh, ja, dat is dus helemaal uit de hand gelopen. Ja, om even kort te gaan: het werd een hele ordinaire scheldpartij. Uh, heeft dat huwelijk daardoor nog op losse schroeven gestaan? Ik, nou, dat niet. We hebben wel, ja, dat wij uh, de volgende dag zouden trouwen. Ja, ja zeker wel. Ja, ik kan wel dat niet <laughs> zeggen, maar dan zegt ze. Nee, dat moest eerst worden opgelost. En uh, als mijn moeder en mijn vader die ochtend daarna heb ik gevraagd of ze wilden komen om het uit te praten. Als ze niet waren gekomen, was ze er ook niet getrouwd. Oké. Okay. Ja, dus uh, bij deze man. <laughs> nee, maar ik denk, uh, ja. Nee, ze vindt het nou heel leuk, hoop ik hoor. Maar uh, ja, toen uh, helemaal niet. Nee, nee. Maar ze was. Leef, leeft jouw moeder erg met je mee? Want ik heb al, ik heb al vaak. Uh, iets gehoord over mijn moeder dit en mijn moeder ja. dat, ons mam ja, ja. zijn jullie kloos? wij heel kloos. ja en um, uh, ja ook met mijn vader. mijn vader is hier echt iedere week. nu <laughs> moet echt wel een uurtje rijden en dan uh, probeert hij ergens tussendoor uh, uh, hierheen te komen. en mijn moeder zie ik gewoon echt te weinig nu. maar dat is echt, uh, ja, Daar kan ik echt iedere dag mee bellen en dan nog niet uitgesproken zijn. die heeft ook altijd een woordje klaar. Die heeft ook altijd een mening, als ze niet onder stoelen of banken schoppen. Dus dat hou ik, daar hou ik wel van. Ja, blijf scherp door, uh, zeg maar. En nu wordt ze ook nog eens een keer oma. Ze is al oma, want uh, je, jij bent namelijk al tante. Maar nu wordt ze... Jij krijgt een kind en je moeder ja, die gaat dan helemaal mee natuurlijk, hè? Ja, en het wordt een meisje, dus ja. die zal helemaal van... Oh, Er <laughs> oh, wordt lekker trutten met z'n tweeën. Ja, dat wordt uh, popperige. Ja, zo'n meisje wordt het wel, denk ik, ja. ja. Weet we niet, hè. Misschien wordt het wel zo'n ontzettend uh, <laughs> stoere bing die uit de bomen valt. Dus uh, ja, maar wel heel leuk. Ik vind het ook heel leuk voor mijn moeder. <laughs> ja, is echt. Zo kan ik dat zo zeggen. <lacht> ja. <lacht> vind je het niet heel leuk voor mijn moeder, Bart? <laughs> ik vind het ontzettend leuk voor je ja. moeder. Dan zou je misschien nog even de groeten willen <laughs> doen aan je moeder? Dan sluiten we oh, verder ook gewoon het interview af. Mam, ik hou van je. <laughs> ja, Dag! Je zei, nou mee dag!

Ik ben Claire en ik heb 4,5 maand in de Gouden Kooi gezeten. Jongen of meisje? Meisje. Omdat ik een baby in mijn buik heb wat een meisje wordt. Zou je liever een jongen krijgen? Nee. Familie of vrienden? Familie. Omdat ik gewoon heel erg ben met mijn familie. En ik vind dat... Uh... De gouden kooi was eigenlijk al op zijn einde aan het lopen en toch ging jij nog meedoen. Wat, wat voor situaties zat je voordat je mee ging doen? Um, ik zal even heel het verhaal uitleggen. Want ik was uh, voordat de gouden kooi op televisie uh, zou komen, had ik mezelf al opgegeven en was ik door de hele screening heen uh, gewandeld. Ja. En uh, had ik al een uh, contract eigenlijk uh, voor me gekregen, maar heb ik toen afgewezen zelf. Dat was in 2006? Ja. Ja, echt in het begin, echt wel. Inmiddels ja. inderdaad wel uh, langer dan drie jaar geleden. En um, ja, op dat moment had ik zoiets van: Nou, ik wil het toch niet doen. Hele lange tijd overheen gegaan. Ik ben toch nog een aantal keer benaderd door. Waarom, waarom wilde je het toch niet doen? Kreeg je cold feet, zoals dat heet? Ja. Ik denk het wel, maar ook omdat ik je moest 10.000 euro inleggen. En ik had zoiets van, oh, misschien dat is een uitzondering maken voor mij. Maar dat was dus niet zo. Dus um, nee, uiteindelijk dacht ik van nee, ik ga het toch niet doen. Ik ga normaal maar leven. En uh, op, op, in mijn eentje kom ik er ook wel. En um, uiteindelijk was ik daar voor een uh, opdracht, visagie, uh, toevallig samen met, uh, met uh, mijn broer. En uh, op dat moment uh, was daar iemand die mij al eerder had uh, geïnterviewd. En um, Na de kooi ben ik ook heel veel vrienden eigenlijk kwijtgeraakt. En mijn familie is er nog steeds, geloof ik. Dus ja, uh, yeah. familie. Mijn kind doet later wel of niet mee aan een reality-spelletje? Mijn kind moet dat lekker zelf weten. Alleen zal ik wel uh, erop aansturen dat, uh, uh, dat er meer gevolgen aan zitten dan dat je op eerste, of in eerste instantie uh, denkt. Maar ja, dat was tegen mij ook verteld. Dus uh, dan ja, zou dat het eerder geluisterd. wel. Nee, ik denk dat het eerder wel is dan niet. Maar. Ja, we zien wel. Brian of Amanda? <laughs> Vind ik een hele moeilijke keuze. Nee ik denk. Um... <laughs> ik kan echt niet kiezen. Je zit hier zwanger, kind in je buik, ring om je vinger, je bent getrouwd. Had je dat een jaar geleden allemaal gedacht? Nee, nee, echt niet. Het is uh, heel snel gaan allemaal. En uh, nee. Ik had echt niet verwacht dat het zo zou lopen. Even voor de beeldvorming. Je bent vorig jaar, begin 2008 ben je de Gouden Kooi ingegaan. Um, wat, wat was de aanloop daar naartoe? Want toen was. Ik vroeg van: goh, zou je het niet leuk vinden om alsnog de kooi in te gaan? En in eerste instantie had ik zoiets van nou, zo laat, dan maak ik nooit meer kans om te winnen. Dit was dan eind 2007 hebben we het over? Ja, december 2007. En uh de kerstuitzending yeah. en um, uh, maar uiteindelijk toch overgehaald en zoiets van nou ja pff, boeien het kan nog niet zo heel lang meer duren en, uh, en we zien wel en toch uh, gedaan um, waarom wilde je meedoen aan de gouden kooi wat, wat dat is raar Nee, uh, <laughs> ik wilde echt meedoen om uh, een bekende kop te krijgen en vooral voor mijn visagiewerk. En ik had uh, zoiets als ik mee ga doen, dan uh, kan ik alles gaan doen in die kooi. Want je wil alle cursussen doen. Je kon Madonna gaan zelfs gaan opmaken, weet je echt. Uh. Maar ik had zoiets van: nou, uh, uh, dat is natuurlijk helemaal ideaal, wat moet ik doen. En, uh, ja, wel vrij snel uh, besloten van dit wordt het helemaal en dan uh, gaat iedereen meer kennen. Iedereen, iedereen wil door mij worden opgemaakt en geknipt. En, uh, ja. je, ging, je ging echt voor een bekende kop. Je wilde echt serieus bekende Nederlander worden. Ik wilde doorbreken met mijn werk. Omdat ik zelf vind dat ik enorm goed in ben. Mm. En uh, dat wilde ik laten zien. Alleen het is een beetje anders gelopen. <laughs> ja, ik heb wel een bedrijf al overgehouden dan. Ja. Maar, ja. En een uh, iets wat bekende kop. Maar alleen is de associatie misschien wat minder. Ja, met visagie wel. Het is echt uh, uh, geassocieerd met uh, uh, het naïeve, blonde, domme en uh, te lieve meisje, vaak ook. Ja. Ja. Dus, uh, qua... Tegen beter weten in met hups getrouwd. En dat had ze allemaal niet moeten doen. En er zijn heel veel mensen die een oordeel over je hebben. Ja. Klopt dat oordeel ook een beetje? Nee, ik denk wel dat ik in de, in de Gouden Kooi. Um, helemaal niet wist waar ik echt mee bezig was. Ik wist wel op heel veel momenten uh, van, nou dat moet ik wel doen en dat wil ik niet doen. Dus dat is ook natuurlijk een uh, verschil. Ik wilde niet echt heel erg naar voren treden met heel veel dingen. Ik ben in het echt, uh, zou ik even zeggen, wel wat anders dan dat mensen me over het algemeen hebben gezien. Ik zit niet heel de hele dag te janken en, uh, ja... Het nou, ja, nou, is goed dat je het vraagt En Wat voor beeld denk je dat mensen van jou hebben? Ik denk dat heel veel mensen um, een beeld hebben van, nou dat meisje laat alles toe. En die vindt alles maar goed. En uh, die weet niet uh, wat wat er om haar heen gebeurt en is heel emotioneel.